Hier komt het interim duo Reiziger Bogarde ook naar buiten. Met in hun kielzog ook Aaron Winter. De bal werd goed verlengd door Azawi, maar komt toch niet terecht bij Sol. Vrije trap voor Neres. Vrije trap wordt snel genomen. Eerste aanval Ajax, goed gedaan, Huntelaar. David Neres. En binnen een minuut zit hij er al bijna in. Willem II dat zich wel plaatste voor de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. Azawi wordt hier trouwens ondersteboven gelopen door Dijks. Duel met Dijks. Die geeft hem een klap op zijn oor. En daarna botst hij dus nog met Schöne. En als de scheidsrechter dat zo ziet, dan moet hij daar meer mee doen dan dat hij nu doet. Alleen een vrije trap geven is niet genoeg. Maar Azawi wil zelf graag door. Moet je hem dan niet tegen zichzelf in bescherming nemen? Ziyech, goede bal. Van de Beek moet scoren. Oi, 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 oi. Vrij voor de keeper. Geweldige bal van Hakim Ziyech. Maar zo onrustig hier. Geassisteerd Reiziger dus door Winston Bogarde. Die afgelopen vrijdag als coach op de bank zat bij jonge Ajax, de wedstrijd tegen Volendam. En die wedstrijd met maar liefst 7-0 won. Hier gaat de bal richting Fransol. Azawi krijgt de mogelijkheid voor Willem II. Eigenlijk omdat Sol het duel van de licht wint. De 150ste eredivisiewedstrijd dus. Voor Hakim Ziyech. Vanmiddag in dienst van Heerenveen, Twente en Ajax. En hier kan hij weer belangrijk zijn voor Ajax. Huntelaar. Komt hij in een teenlengte tekort. Klaas-Jan Huntelaar. Na bijna een half uur. Ziyech. Redding Branderhorst. Zeven spelers van Willem II voor het eigen doel. Schöne. Veldman. Ziyech. Huntelaar wil graag verlengen. En Dijks was daarachter nog. Als Huntelaar er vanaf was gebleven. En Huntelaar gaat erbij zitten. Last van zijn knie. Huntelaar gaan we denk ik niet meer terugzien. En hier is zijn vervanger, Kasper Dolberg. Oh, Onana, wat doe jij nou hier? Gaat Willem II profiteren? Dat kan zomaar. Schiet hem er dan in. Wat een kans voor Azawi na die enorme fout van André Onana. Twijfel bij Onana, die sowieso in de eerste seizoenshelft al veel merkwaardige zaken heeft laten zien. Maar het wordt niet afgestraft door Azawi. En dat had hij wel moeten doen. Weet ook Van der Looy. Ziyech. Extra tijd zit erop. Kluivert. Ziyech. Oh, wat een geweldige actie. Latsman weet niet wat er gebeurt. Dat is toch een Bergkampiaanse actie van Ziyech. Dat past wel bij deze week. Maar zo staat het halverwege in de arena wel 0-0. Het is onwaarschijnlijk dat Ajax vandaag geen doelpunt maakt. De laatste 32 thuiswedstrijden heeft Ajax telkens minimaal één keer een doelpunt gemaakt. Kluivert. Overtreding wordt er niet gemaakt. Latschman. Bereikt Sol. Crowley. Goed gevoetbald door Crowley, die wel een zetje geeft aan De Jong. Dat is een overtreding die de scheidsrechter laat gaan. Voorzet Tsimikas. En een doelpunt voor Willem II van Fransol. Zo is dat een counter, zoals je hem toch niet vaak ziet. 0-1.
En natuurlijk werd er een overtreding gemaakt door Crowley. Maar als de scheidsrechter daar niet voor fluit en Willem II door kan, scoort Sol. Neres, Ziyech, hoe snel komt Ajax met een antwoord? David Neres, Dolberg is mee, hier wordt vastgehouden, maar de scheidsrechter wil niets van een penalty weten. Kijk eens naar het shirt van Neres, natuurlijk is dit een penalty. Bijna een uur gespeeld. Veldman, Van de Beek, Schöne was de beste optie, het wordt Neres. Het is druk. Erg druk. Vind maar eens een gaatje. Schöne. Mooi balletje tussendoor. Neres. Van de Beek. Nee, Dolberg is het. Maar nog altijd geen doelpunt voor Ajax. Nog altijd staat Willem II overeind. Ruimtes zijn weer zo klein. Dolberg. Ziyech moet eerst naar zijn linker. Makkelijke trap. Siem de Jong. Redding Branderhorst. Mooie bal van Hakim Ziyech. Heel knap dat hij hem überhaupt nog tussen de palen krijgt. De Jong. Het publiek gaat er meer en meer achter staan in Amsterdam. Wat kan Kluivert? Hard geschoten en een geweldige goal! Zoals afgelopen woensdag in Enschede, zo doet hij het nu gewoon weer, Justin Kluivert. Het was ook wachten op een bevlieging van hem of van Ziyech. Kluivert toont zijn klasse. Wat een beauty. En het staat gelijk. Vijfde doelpunt in de competitie voor Kluivert. En een belangrijke gelijkmaker. Aan de andere kant El Hankouri. Ja, die kan er ook zomaar in. Veldman gaat maar eens een keer buitenom. Dan neemt hij in ieder geval een speler van Willem II met zich mee. Hier is hij vrij. Tegenover Tsimikas. Neres. Oh, prachtig weggedraaid bij Van der Linden. David Neres. En het doelpunt van Dolberg. Het staat 2-1 voor Ajax. Maar wat een fenomenale actie van die Braziliaan. Het zijn de vleugelaanvallers die Ajax vandaag over het dode punt helpen. Neres. Ziyech. Oh, prachtig hakje. En doelpunt. Nu mag hij hem zelf maken, David Neres. En daar hoort dit dansje nog bij. Het is buitenspel, hè? Buitenspel voor Neres. Niet gezien door de assistent scheidsrechter. Wel een mooie assist. Voor Siem de Jong. Want die geeft de bal hier met het hakje. Maar dit doelpunt dat niet mogen tellen. David Neres blijft het publiek vermaken met zijn acties. Trucendoos gaat steeds weer open. Van de Beek. Neres heeft een tikje tegen zijn enkel gehad. Of blesseert hij zichzelf, zou ook nog kunnen. Als je zo vaak om je as draait, weet je soms niet meer waar je bent. Wordt hier zelf tureluurs van. Neres. Schöne. Ziyech. Mooi balletje van Lasse Schöne. Met wat geluk langs Van der Linden. Oog in oog met Branderhorst krijgt hij hem er niet in. En Liefdink peert hem dan naar voren. Laatste hoekschop. In de eerste seizoenshelft voor Schöne.
Van de Beek probeert het ineens. En dan zegt Manschot, het is mooi geweest. Reiziger wint zijn eerste wedstrijd en waarschijnlijk ook laatste wedstrijd als interim coach van Ajax. Hij verslaat Willem II met 3-1. Het verschil tussen Ajax en PSV is bij het ingaan van de winterstop 5 punten na deze overwinning van Ajax op Willem II.